onder de noemer gezelligheid. Koen Oldhuis, architect. Je bent wel eens vaker te gast geweest. Ja. Omdat je leuke creatieve ideeën hebt. We hebben jou ook gevraagd. Een nieuwe stad. Dat is trouwens voor een architect wel een leuke klus. Hè? Ja. Gewoon van scratch. Ja, het is sowieso heel leuk om nu een architect te zijn. Want het is gewoon, als architect moet je puzzeltjes oplossen. En de puzzel is heel complex. Er is geen ruimte. Het is allemaal te duur. Het moet allemaal groen zijn van het gas af. En dan moet je nog steeds gaan bouwen. Ja, dat is onmogelijk. Dus wat wij gezien is, van de formule van de stad moet veranderen. We moeten kijken of we nieuwe mogelijkheden vinden. En een nieuwe stad, ja, dat is niet meer op het land, maar dat moet op het water. Op het water, ja. Want zoals je aan het begin al eventjes kort zei, en ook de politieke partijen zeggen, de een wil wel in het groen, de ander niet, binnen de stad, allemaal ingewikkeld. Ja. Een stad op het water, maar is dat alleen een intellectuele exercitie? Of is het echt iets wat kan? Nou, we zijn werkelijk nu bezig. We hebben in de Malediven, waar ook gewoon problemen zijn met water, water omhoog komt, ruimtegebrek. Er komt nu een stad van 5000 woningen. Dat is fantastisch. Daar zijn we bijna 10 jaar mee bezig geweest met de ontwikkelaars om dat voor elkaar te krijgen. Dat gaat nu gebouwd worden. 5000 woningen die Nederlandse technologie. Ja. En dat moeten we nu eigenlijk ook in ons eigen land gaan gebruiken. En het leuke van bouwen water is niet zozeer dat het drijft of dat er water omheen is, maar dat het flexibel is. Kijk, we zitten in een maatschappij waar alles constant verandert. Heel erg dynamisch. We weten niet wat er over 10 jaar gaat gebeuren, over 15 jaar gaat gebeuren. Corona heeft een enorme invloed gehad. Dus je moet een stad hebben die kan reageren. En op het water ga je van project naar product. Je zet er dingen neer en die kan je verschuiven en aanvullen en aanpassen. Lelystad, hè, dat ziet er, nu kijken we terug en denken, verschrikkelijk. Nou, als het op het water was geweest, hadden we een aantal van die woningen weggehaald. Hadden we een nieuwe woning teruggebracht. Je hebt een animatie meegenomen. Om te laten zien hoe dat er dan uitziet. Want het is een creatief idee. Kom maar op, jongens, laat maar zien. Want wat zie ik hier dan, Koen? Ik zie je boem, boem, boem. Hier verschijnen allemaal woonwijken. Nou, ik denk als je stad gaat maken, een stad op water, is niet zo anders dan een stad op land. Alleen als het op het water zet, krijg je de kans om stukken te veranderen. Je ziet het ook. Je hoort dus een aantal van die woononderdelen die verschuiven. Dus dan kan je van een zomersituatie naar een wintersituatie gaan. Je kan scholen erbij halen. Je kan parken erbij halen. Dus het is een flexibiliteit die het spannend maakt. We hebben bijna 100 jaar of 200 jaar in statische steden geleefd. En we gaan nu naar dynamische steden toe. En water is daar een klein onderdeel van. Je zei ook al, van heel veel grote steden ter wereld liggen sowieso al aan het water of daar vlakbij. Dus ja, daar kan je ook aan gaan bouwen. Tenminste, op het water hier aan. Dat zullen we wel moeten. Kijk, steden die kunnen niet alleen maar naar binnen gaan. Die moeten of de hoogte in, of het water op. Daar ligt de kans. En water is niet zozeer een probleem, maar een mogelijkheid om te gaan groeien. Je zei al van, laat maar een paar dingen, want dat is echt leuk, laten zien. Dit is dan, je zei zomer en winter. Dit is dan zomer, zo te zien. Ja, dit is een park. Een park met allemaal drijvende units die zichzelf kunnen verplaatsen. Nou, dit is een zomersituatie. Heb je een grote open plek in het midden, kan je lekker een beetje zeilen. En in de wintersituatie, dan krijg je heel veel kou, heel veel wind. En dan verschuift dit park zich. En dan heb je dezelfde onderdelen, krijg je dus plekken die afgeschermd zijn, waar je lekker kan schaatsen. Dus het is de intelligentie van die stad, hè, van wat is er gevraagd en hoe kunnen we op reageren. Nou, dat gaat komen op water. En dat kan niet op land. Nee, en dit is ook technisch ook allemaal mogelijk, zowel op macroniveau, dus wat je hier laat zien, maar ook op microniveau. Kan ik ook mijn eigen huis dan veranderen per seizoen? Ja, dat gebeurt natuurlijk al. Hè. Er zijn natuurlijk fantastische architecten die woningen hebben die kunnen roteren met de zon mee. Maar ook in die crisis van de wooncrisis, drijven appartementencomplexen die gewoon een tijdelijk nodig hebben en die tijdelijk bestemd kunnen worden. Kijk, in Amsterdam is geen plek, maar als je zegt, nou, op deze plek mag voor 3 jaar of 5 jaar een wooncomplex zitten, die we daarna naar een andere stad brengen of een andere plek van de stad brengen, dan is opeens veel meer mogelijk. Oh ja, dus waar we nu bijvoorbeeld studenten vragen om in containers te gaan wonen, wat gestapeld wordt op ongezellige plekken, dan zeg je, nou, we voor 5 jaar en dan straks slepen we het naar... Ja. Weet ik veel waar naartoe als ze daar nodig hebben. Maar het is ook een financieel verhaal. Hè? Want het is niet zo dat we niet heel veel kunnen bouwen, maar het is vaak dat die grond zo duur is. Nou, als je nu dus krijgt voor ontwikkelaars dat ze dat water mogen gebruiken voor 20, 30 jaar, zonder daar kosten aan te maken, dan die gebouwen kunnen maken en daar geld aan terug kunnen verdienen, krijg je een heel ander economisch model. Ja, ik weet niet of het deze was. Jongens, er staat hier op mijn lijstje Meelees Woonboot. Nou, laten we even kijken welke dat dan is. Oh ja, deze. Maar dit is een hele chique. Nou, dit is de toekomst van waterwonen. Dit is een complex dat we gemaakt hebben in Miami. En daar heb je hurricanes. En deze kan verplaatst worden van de een naar de andere plek. En dan druk je op een knop en dan komt het hele gebouw omhoog. 6 meter. Dus dan gaan de golven staan alleen tegen die palen aan. En dit is echt de nieuwe techniek. Hier maken we nu ook appartementen van. Ongelooflijk. Maar ook bijvoorbeeld dit je in Stad van Nederland van een tijdje geleden zien. Gewoon een klein woonbootje met 2 units naast elkaar. Je zei geloof ik €200.000. Voor 2 woningen. Ja, ja. En die kan je overal neerleggen. Maar en die heb je dan binnen, dat is ook weer 3 maanden of zo. 14 weken liggen ze, ja.
Ja. 14 werken. Ja, die worden het worden producten, zijn geen bouw meer. Wat je hier ziet is ook leuk. Dit gaat over de Noordzee. En hoe kan je nou op de Noordzee gaan wonen? Dan zie je fantastische plaatjes met allemaal palmbomen. Ja, dat gaat natuurlijk op de Noordzee niet gebeuren. Dus we zijn hier met Space & Sea, met allemaal ingenieurs uit Nederland en met Marin Instituut. En we nagedacht van hoe kan je nou een stad op de zee maken? En dat worden echt hele robuuste blokken. Van staal waar kleine kanaaltjes tussen zitten. Maar ja, en dan binnenin krijg je daar van die courtyards die dan heel vriendelijk zijn. Maar daar hebben we ook beeld van, dat jullie daarmee aan het experimenteren zijn. Want dat ziet er dan zo uit. Ja, hier zie je zo'n stad op het water. En hier wordt dus getest van wat doen die golven? En hoe kan je stijfheid krijgen tussen al die onderdelen? Maar je ziet hier nog steeds een soort Lego-blokstad. En het is ontzettend spannend, want daar kunnen dus blokken bij komen. Kunnen blokken weg worden gehaald. Maar Nederland loopt enorm voorop met de techniek van drijvend. Alleen we doen helemaal niks in Nederland. Het zijn allemaal wat woonbootjes. En dat is wel de vraag in de politiek. Joh, geef nou die architecten en de ingenieurs de vrijheid. Want dan kunnen we nieuwe dingen doen. En dan kunnen we het in het buitenland gaan exporteren. Dus we kunnen het nu, maar we doen het vooral in het buitenland. Ja. En je zegt van, ja, laten we in Nederland dan daar veel meer aandacht en tijd aan geven. Absoluut, ja. Dus of we wachten op een enorme ramp, een lekkere overstroming. En dan kunnen we weer gewoon onze nieuwe techniek gaan... Cynisch maar, ja. Okay. Vaak heb je zo'n tipping point nodig. En als dat niet komt, dan hopen we dat de politiek ons de vrijheid geeft om de nieuwe ideeën gewoon bijvoorbeeld op de IJsselmeer uit te proberen.